Welkom bij Iedereen kan haken. Je hebt de foto's gezien en we gaan deze leuke grijze woondeken maken. Het is gemaakt in de boordsteek en soms noem je hem ook de ribbelsteek. Ik heb hier al een keer een video van gemaakt, maar om de grijze woondeken uit te leggen heb je iets meer informatie nodig. En de woondeken is gemaakt met twee draden. Dus ik knip hem even door. Ik heb van deze bol, de Saskia van de Vibra, 10 bollen heb je nodig voor de woondeken en je hebt nodig haaknaald nummer 8, een schaartje, een stopnaald en een centimeter. En dan ga ik je dadelijk uitleggen hoe je deze woondeken het makkelijkste kan maken. En dan zie ik je zo weer terug. We gaan beginnen dus met haaknaald nummer 8 en 10 bollen Saskia wol. En omdat hij dus met dubbele draad gemaakt wordt, heb je dus haaknaald nummer 8 nodig. Maar het is echt een hele erg goede opschieter. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken en alle duimpjes omhoog als je deze video leuk vindt. En achteraan in deze video staat mijn foto, daar kan je op klikken en dan ben je geabonneerd en iedere keer als ik een nieuwe video upload, dan, ben je als eerste op de hoogte, want dan krijg je vanzelf een melding dat er een nieuwe video is geüpload. Maar we beginnen met een opzetlus en we beginnen, ik heb de afmeting 1,45 meter bij 1,40 meter en dan beginnen we met het aantal steken 115 plus 2 lossen voor het opzetstokje, maar we beginnen met halve stokjes, maar dus 117 steken. En ja, omdat je dus van 1 bolletje 2 bolletjes moet maken, ga ik eerst even de 2 bolletjes ga ik weer aan elkaar zetten, ja verzetten niet, maar gewoon oprollen. Daar maak ik weer 1 bolletje van, want anders zitten die twee draden continu in de weg. Dus van 2 bolletjes maak je weer 1 bolletje. En als ik daarmee klaar ben, dan zie ik je weer terug. Kijk, ik heb nu van 2 bollen heb ik 1 bolletje gemaakt en dan heb je een dubbele draad. Dus nu maak je een opzetlus. En ga je 117 losse steken opzetten. Omslaan, draad erdoor. En dit is 1, omslaan, draad erdoor is 2. Omslaan, draad erdoor is 3. Dus dan ga je door tot 117 en dan zie ik je weer terug. Als het goed is heb je nu een hele lange ketting, tenminste zo lang als dat jij je woondeken wilt hebben. En we steken nu in. Na deze tel je niet mee, deze tel je niet mee, tenminste dit is de steek waar de lus doorgaat. En dan pak je niet deze, de tweede, maar je pakt de derde steek, daar gaan we een half stokje in steken. Dus ja, als je die wilt tellen waar de lus uitkomt, kijk deze. 1, 2, dan is het de derde. De derde steek, daar steek je in. 1, 2, dus de derde. Vanaf de naald. Ik moet natuurlijk wel eerst eventjes omslaan. En we gaan halve stokjes maken. Dus je haalt je draad door. En dan heb je 3 lussen op je haaknaald. En dan ga je weer omslaan en dan haal je ze door alle 3 de lussen. En dan is dit al je eerste halve stokje. En deze tel je natuurlijk ook mee als stokje. De eerste 2 lossen. Dan weer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle 3 de lussen. Dat is al je tweede stokje, tweede halve stokje. Omslaan,
insteken, je haalt je draad op, omslaan, door 3, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Even mijn telefoon afzetten. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en je haalt je draad door 3 lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3 lussen. Zie je hoe mooi grof dit wordt? Maar dit is dus pas de eerste toer, dus deze toer maak je helemaal af tot het einde en dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de halve stokjes. En dit is de laatste steek hier. En dan ben je al op het einde van je woondeken. Dan ga je weer 2 lossen omhoog. 1, 2. En dan keer je het werk. Zie je hoe mooi soepel dat hij valt? Dat is wel leuk hoor. Omslaan en dan gaan we in deze eerste steek. Dus je gaat niet in deze, maar in deze eerste steek, daar pak je de achterste lus. En dan ga je je draad ophalen. En dan heb je weer 3 lussen op je haaknaald. Omslaan door 3. En dan heb je weer je eerste halve stokje gemaakt, omslaan, dus je gaat niet door deze, maar je pakt de achterste lus, doorhalen, omslaan, door 3, omslaan, achterste lus pak je, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3, omslaan, achterste lus insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Zie je? En dan zie je al dat deze mooie boordsteek, die ribbel, die komt er al heel mooi op te liggen. Dan nog een keer voordoen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 3. Zie je? En doordat je goed insteekt in het begin, krijg je ook geen gaten. En blijf je ook het aantal stokjes gelijk houden. Nou, deze ga je verder, deze toer, totdat je op het einde bent en dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer. En ik haak even lekker mee, zodat je ook ziet waar je goed het einde pakt. En dit is die lus, die je laatste lus. Dat je die niet vergeet. Omslaan en 2 lossen. En dan gaan we het weer keren. En dan gaan we weer insteken, omslaan, in de eerste steek, niet daarin, maar in die eerste steek, maar dan de achterste. Je moet de achterste steek blijven pakken. Omslaan, achterste steek, doorhalen, omslaan, door 3. Ik haak nog even gezellig mee. Ik heb nog wel een nieuwtje te vertellen. Ik heb iemand gesproken en die wil graag een paar labels weggeven. Alleen ik heb zelf nog nooit een giveaway gedaan. Maar goed, alles is de eerste keer. Dus als je dit haakkanaal in de gaten houdt, ik krijg binnenkort een paar labels opgestuurd
Ik kan nog niet zeggen van wie en hoe, maar ja, dat wordt allemaal duidelijk als ik het krijg en wat ik erbij moet vertellen en hoe je het zelf eventueel kan bestellen. Maar dan wordt er dus één verloot, dus een giveaway. Dat betekent natuurlijk dat je iets kan winnen of iets toegestuurd kan krijgen. Dat weet ik niet hoe het werkt en hoe dat gaat, weet ik ook niet. Ondertussen haak ik gewoon even door. Maar er wordt wel natuurlijk een nieuwe dimensie, want ik heb nog nooit dit gedaan om iets weg te geven. Want ja, voor mij is dit haakkanaal echt om dingen uit te leggen en echt niet om dingen te verkopen. Maar het is wel fijn om, als je weet waar je dingen kan kopen. Dus ik zou zeggen, hou dit in de gaten. Vind je dat leuk? Graag allemaal duim omhoog. En hier onder mijn foto staat mijn... Of hier op mijn foto klikken, daar kan je op abonneren en dan krijg je vanzelf de nieuwe video als die weer geüpload is. Dus komt de giveaway, blijf kijken en dan maak je misschien kans en dan zie ik je weer terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.